Dat zijn schoentjes, babyschoentjes, die wij maken in Peru. Ik heb 9 jaar in Peru gewoond en gewerkt. En een van de laatste projecten die ik daar heb opgestart is een sociaal bedrijf. Dat heet Puri. En dat is Quechua voor pad. Wat eigenlijk symbool staat voor een nieuw pad van vrouwen. Die meeste mensen zijn slachtoffer geweest van geweld. En wij geven dan een opleiding en psychologische hulp en een job, waardoor dat zij een inkomen krijgen om voor hun kinderen te zorgen en een betere toekomst krijgen. Hè. Ik heb dat altijd wel gehad van zoiets te willen doen en ja, langere tijd in het buitenland en zo. En ja, Peru was de enige plek op dat moment waar je stage kon doen en waar dat ik mijn thesisonderzoek dan tegelijkertijd kon doen, want het was met de mobiele school en die combi kon daar. Dus ja, zo is dat dan Peru geworden eigenlijk. De eerste keer toen ik ging was dat behoorlijk confronterend, omdat ik, ja, toen was ik echt helemaal alleen. En ik ben van Lima naar Ayacucho, is een stadje in de bergen gegaan en dat was toen echt wel een hele uitdaging. En de plek waar ik in Lima bleef, die zeiden van, wat ga je in Ayacucho doen, dat is er heel gevaarlijk. Het lichtend pad, de guerrillabeweging, die is in Ayacucho ontstaan, dus dat is nog heel lang is dat gezien als een heel gevaarlijke plek om te zijn. En toen had ik al iets van, oh, waar ben ik nu aan begonnen? Maar dan eens dat ik in Ayacucho was, daar was dan wel een ander Belgisch meisje en die ja, heeft mij zo wat opgevangen en ja, dan ben je vertrokken. Hè. En dan, maar zo die eerste dagen, dat was echt een eye-opener voor mij. Maar ik ben daar als persoon ook heel veel door gegroeid. Ja, je bent echt op jezelf aangewezen en je komt jezelf tegen. En ik denk, zeker als psycholoog, dat dat belangrijk is dat je die confrontatie ook aangaat. Ik ben psychologie beginnen studeren omdat toen ik 18 was, wist ik echt helemaal niet wat ik wilde studeren. Ik heb heel lang getwijfeld. Binnenhuisarchitect of psychologie waren dan de laatste twee die overbleven. En ik had toen het idee van, ja, met psychologie kun je nog heel veel kanten uit. Omdat je hebt dan de arbeidsschoolpsychologie, klinisch, je kunt nog heel veel kanten uit. Tot ik dan eigenlijk mijn stage deed en daar het gevoel had van, ja, het is toch wel echt de juiste keuze geweest voor mij. We hadden veel vakken waarvan ik dacht, maar wat moeten we nu, ja, wat stelt dit nu voor of wat gaat dit mij nu helpen? Maar het is pas door het wel echt van het moment dat ik stage ben beginnen doen en mijn thesisonderzoek, dat ik echt kon zien van ja, alles wat ik heb moeten studeren ooit, heeft wel echt een bijdrage geleverd aan wat ik nu kan. En dat vormt wel uw manier van denken en uw manier van naar bepaalde dingen kijken en dat je daar niet meer bewust van bent dat je dat zo doet. Ja, ik zat ook echt in een gebied, op dat moment waren daar ook bijna geen psychologen, wel sociaal of maatschappelijk werkers, maar met hele slechte opleidingen, dat ik voor die mensen ook echt wel, ondanks dat ik pas was afgestudeerd, echt wel een meerwaarde kon zijn. Dus dan merk je wel, ja, je studie heeft u dat gegeven, hè, anders had ik dat evenzeer niet gehad. Ik ben 1,5 jaar geleden teruggekomen uit Peru, omdat het ook altijd de bedoeling was om het project zelfstandig verder te laten lopen. En ja, door lokale mensen. En nu ben ik een dik jaar terug aan het werken met vluchtelingen. Ik heb nu ook pas weer een vrouw gehad die haar interview had op het commissariaat. En die dan heel, heel angstig was. En ja, die weten dan ook van ja, als ze een verhaal niet goed vertellen, dan kunnen die een negatief krijgen en worden die teruggestuurd. En die dan op interview is geweest en die komt dan terug en zegt van ja, dank u. Ik bedoel, het is goed gegaan en dat is echt dankzij u. Ik had het nooit gekund als we onze gesprekken niet hadden gehad. En dan denk je, ja, oké, daar doe je het voor. Ja. Soms is dat maar iets heel kleins wat je kunt doen voor mensen, maar toch kan dat echt wel een verschil maken. En dat is natuurlijk het dankbare aan de job, hè.